Welkom bij Café Weldsmerts. Ik ben Anouk van Toulon en dit is Max van der Werf. Ja, welkom allemaal. We gaan vandaag over MH17 praten. En, uh, Anouk, jij gaat voor het eerst in zeven jaar ga jij in het openbaar iets zeggen over MH17. Alleen dat al is uh, geweldig interessant. En ik begin met mijn eerste vraag. Uh, jouw levenspartner, Tamie Uitelende, die was aan boord van MH17 op die fatale dag. Uh, waar was jij op het moment dat je van de ramp hoorde? Ik was in Indonesië. Bij mijn moeder, die heeft daar een huis, op Flores. En mijn vader, die woont daar ook in Jakarta. Dus ik ga meestal één keer per jaar daar naartoe. En Tami en ik, die gingen daar ook vaak samen naartoe. De jaren daarvoor ook. Dus dit jaar zou weer een. Uh, Gezamenlijke vakantie worden. Ja. Hij was ook net klaar met zijn uh, studie. Dus dat was ook een reden om feest te vieren. Mm -hmm. uh, ja, daarom waren wij daar. Hoe lang kenden jullie elkaar al? Ik ken Tammy al. Sinds mijn. Ik ken Tammy al heel lang, sinds mijn 15e of 16e. Wow. Uh, ja. Wij hebben elkaar via het internet ontmoet. Mm -hmm. En toen zijn wij gaan chatten. Via. Nou ja, iedereen kent het wel misschien nog van mijn leeftijd, Hives en ja. partypieps. Mm -hmm. Allemaal van dat soort uh, gezellige plekken. En ja, toen heb ik hem uiteindelijk een keer ontmoet. Voor het eerst, denk ik. Gewoon vriendschappelijk hoor. Toen we. Volgens mij was ik toen 16 al. En toen zijn we eigenlijk. Uh, vrienden geworden en gebleven. voor misschien. een aantal jaar. En op een gegeven moment. kreeg we een relatie. Wat was Tami voor iemand? Tammy was één zonnetje voor iedereen. Ja. <laughs> ja, hij was. Um, heel bijzonder iemand. En nu ben, mensen denken misschien: ja, je bent biased, want je was zijn vriendin. Dat mag maar. ook. Dat mag ook. Nu <laughs> klink ik net als zo'n moeder over de kind. Maar mm -hmm. um, nee, ik denk dat ik wel kan zeggen dat Tami voor iedereen. Uh, ja, hij was heel positief. En hij was altijd heel geïnteresseerd in iedereen. En alles. Echt alles. Soms tot het irritante aan toe. Dat je dacht: ja, nu wil ik even niet. Uh, ik wil gewoon in mijn bed liggen en Netflix kijken. Uh, mm -hmm. Iets heel doms, maar dan. Uh, ja, hij, hij, hij vond gewoon alles. Uh, het was echt een levensgenieter, oprecht. Mm -hmm. en, en je hebt uh, ook verteld: een heel sociaal mens. Ja, echt een heel sociaal mens. Ja, ik ben meer de kluisenaar. Ik, ik was meer de kluisenaar nog steeds eigenlijk. En hij uh, kreeg echt energie van mensen en mensen ook van hem, dus. Mm -hmm. Uh, maar hij was gewoon oprecht geïnteresseerd in mensen. Hij wilde altijd. Uh, ja, dat had ik je ook een keer gezegd. Dat het echt een diplomaat was. Dus hij mm -hmm. wilde altijd. Uh, ja, hij was. Hij, ja, heb jij. Heb je zo iemand in je leven? Die, uh, ja. Waarvan je denkt. Oh, als je die ziet, dan krijg je daar meteen. Uh, ja, ik ken wel diverse mensen. Energie van. En die hebben altijd echt op, oprecht interesse. Mm -hmm. En, en altijd aan het bemiddelen? Altijd aan het bemiddelen, <laughs> ja. Hij kon echt van ruzies Mijn altijd. Mijn jongste een, zusje. <laughs> hij, kon van, hij kon ruzies altijd heel goed deescaleren ook. Dan mm -hmm. maakte hij een grapje en dan was het ijs weer gebroken en dan uh, ja, kon men weer op een soort van vriendschappelijke manier verder discussiëren. Ja. Um, ja. Ik heb ook gelezen dat hij in de muziek zat. Dat was heel belangrijk voor hem. Ja, dat was zijn passie. Mm -hmm. Muziek, muziek maken. Um, ja. En toen was je op Floris en toen wachtte je tot hij kwam. Ja. En toen hoorde je dat nieuws. Uh, nou, ik denk dat je zoiets zelf mee moet maken. De, je kunt zeggen van, ik begrijp wat er door je heen ging. Maar ik denk niet dat iemand dat... Wat ik heel graag wil weten, dat is... Uh, je krijgt dan dat nieuws... Hoe, hoe ging je daarmee om? Wat, kun je een kleedje vertellen wat er ja. in je hoofd zich allemaal afspeelde op dat moment? Wist je meteen dat het waar was? Of? Ja, dat ja. Ja? ik had heel weinig. Ja, ik, kan, ik hoor of ik lees wel eens dat. Andere mensen dachten van... oh, dat ze misschien nog hoop hadden van... Uh, misschien zit hij wel in het verkeerde of, of in een ander vliegtuig. Of misschien is hij toch nog aangekomen. Of misschien dit, of misschien dat. Maar ja. ik kan me niet herinneren dat ik dat uh, heb gedacht eigenlijk. Ik was heel snel al... dacht ik, oh, die is dood. En uh, ja, wat er daarna... Het is een beetje... Het is ook een... een soort van roes, hè. Want... Het is zo uh, extreem, uh, ja. die emoties. Dus het is voor mij soms ook moeilijk om nog te... Um, ja. Om echt te weten hoe ik me toen op dat moment uh, voelde. Behalve dat je gewoon uh, dood wil en uh, <laughs> van de brug wil springen. Hoe oh, voelt dat? Je bent verdoofd? Of, uh... Ja, ook. Van alles en nog wat. Ja, het is meer verdoving, denk ik. Want... Achteraf kan ik me ook niet heel goed meer, ik kan me heel moeilijk verplaatsen in hoe ik me toen voelde. Ik weet wel dat ik bepaalde dingen voelde, maar dat, is een, uh, dat zijn hele zware emoties. En die heb ik gelukkig niet meer. Nou, die heb je wel gehad. Ja, die heb ik wel gehad. Heb je lang gehad? Hmm. Ja, wat is lang? Wat vind jij lang? Nou, vijf jaar, tien jaar. Nee, dat twintig heb jaar ik niet. Nee. Leven. Ik heb... Sommige mensen die gaan het hun leven lang. Uh... Ja, Zijn nee, dat heb ik niet bezig? gehad. Dat heb ik niet gehad. Ik heb vrij snel. Uh, had ik zoiets van. Nou, dit wil ik niet voelen de, de rest van mijn leven. Dus mm -hmm. uh, ik zet er een soort van. Uh, <laughs> ja, ik kan dat moment. Uh, er was niet één moment, maar ik heb wel. Uh, ik kan me wel nog herinneren dat ik een aantal keer heb gedacht, want eerst zat ik in de ik wil doodfase en toen begon ik te denken van nou dit is wel heel vermoeiend en ik ga niet van de brug afspringen dus ik kan of er in blijven hangen in dat gevoel of ik kan uh, proberen om um, ja de boel ja, leuk kan. te maken voor mezelf. Ja, ik kan me voorstellen dat je na zeven jaar zo uh, bespiegelend over kan praten. Maar als je dus een doodswens hebt gehad, zelfmoordgedachte... Uh, ja, dat is toch wel erg afschuwelijk. Uh, had je op dat moment ook steun aan anderen? Wat, wat heeft jou toen besluiten om dat niet, niet die weg op te gaan? Ja. Nou, dat is een beetje moeilijk. Uh, dat is gewoon gebeurd... Dat zijn wel uh, hele zwarte gedachten. Ja, dat weet ik. Maar ik ben niet echt een depressief mens, hoor. Mm -hmm. Denk nee. ik van nature sowieso niet. Dus... Um, ja, ik denk niet dat... Het gaat gewoon automatisch. Ik denk dat het voor dat... iedereen anders is. Mm -hmm. En voor mij was het... Uh, ja, ik wilde gewoon... Ik vond het ook... Laat ik zeggen, ik wist op een gegeven moment, zei ik wel tegen mezelf: Nou, ik ga niet van de brug springen. Dus wat kan ik dan doen om het uh, voor mezelf makkelijker te maken? En dat ja. was dan om te proberen te focussen op ja, de leuke dingen in het leven. Mm -hmm. En ik heb ook wel een beetje. Ik dacht ook van, nou, Tami, die was ook altijd een heel positief mens. En die vond ook alles zo mooi in het leven. Mm -hmm. Dus misschien moet ik die energie een beetje overnemen. En um, ja, het op die manier doen. Ja, dus je hebt toch ook geprobeerd om je door hen te laten inspireren. Ja, hij heeft me wel echt geïnspireerd om. Mm -hmm. um, ja, niet heel. Mijn leven niet duister te laten worden door deze gebeurtenis. Maar het zonnetje was weg. Zoals Jan Ja, ja schreef, het, maar zonnetje was het zonnetje was weg. Ja, ja. Dat dus, ja, moest ik echt zo. Moet je toch uh... nu gaan zoeken ergens als ik dan even in die beeldspraak doorga? Ja, dat is wel moeilijk hoor. Dat zag ik ook wel bij mensen om me heen. En nu nog steeds hoor. Als we dan een feestje hebben of als, er, als we bij elkaar zijn, dan. Mis me... Hij wordt nog steeds gemist. Ja. 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 Want het was echt een figuur. En ja. sommige mensen die. Ja, iedereen heeft zijn kwaliteiten. Ja. Maar hij was wel. Uh, ja, hij sprong er wel uit. Laat mm -hmm. ik het zo maar zeggen. Ja. ja. <laughs> ook in okay. gezelschappen. Ja, het, het rouwproces van jou. Um, daar wil ik nog iets verder op doorgaan. Um, er is een boek uitgekomen, ook van twee nabestaanden. Uh, Mirjam en Sandra. Mm -hmm. Daar wil ik een klein stukje van voorlezen, wat die schrijven. Er uh, was een artikel in het NRC van Rinske, ...Rinske Koelewijn met de kop: Niet alle nabestaanden zijn boos en verdrietig mm -hmm. en zielig. Dan dacht ik van: wauw, dat is een ander geluid dan wat ik de afgelopen zeven jaar heb gehoord. Dus ik wil ook speciaal daarvoor, daarom een stukje voorlezen. Um, een van de twee die zegt: Het idee om iets te doen met hoe ze rouwen. kregen ze los van elkaar tijdens een nabestaande bijeenkomst in de zomer van 2019. Die bijeenkomsten zijn er regelmatig. Maar dit zou, zegt Sandra, een belangrijke worden. Mirjam, dus we dachten: we gaan er een keer heen. Het is toch vlakbij in Nieuwegein. Dit keer maakte het onderzoeksteam bekend dat drie Russen en één Oekraïne vervolgd zouden worden. voor het neerhalen van de Boeing 777 boven Oost-Oekraïne. -Oost Sandra. Er zaten wel duizend nabestaanden in de zaal. Of vijfhonderd? Nou ja, zeker tweehonderd. En dan zegt Mirjam, na het officiële praatje was er ruimte voor vragen. Veel mensen waren boos, woedend. Sandra, het werd gebracht als een overwinning, die vier verdachten. En dat schoot mensen in het verkeerde keelgat. Want niet die mannen, maar Rusland zou de schuldige zijn. Het was een moordaanslag, een complot. Mirjam, de sfeer werd grimmig. Mensen liepen weg anderen clashten met elkaar. Sommigen wilden het liefst een oorlogsverklaring aan Rusland. Ja, echt, een derde wereldoorlog beginnen. Of gewoon een iemand live executeren. Iets simpels, genoegdoening, straf. Sandra, maar zo simpel ligt het niet. Het is politiek gevoelig. Het is complex. Maar um, dus, dat is ook een manier van uh, verwerken, een rouwproces. En uh, die twee meiden staan er totaal anders in dan wat ik tot nu toe. Uh, als overwegende emotie heb gelezen in de media. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat jij daarvan vindt. Heb jij, voel je je verbonden met hun? Denk jij? Waar, lig, waar zijn de verschillen met hoe jij erin staat? Um, ja, ik herken mezelf daar wel heel erg in, um, om verschillende redenen denk ik. Want zij, uh, nou ja, ik heb hun boeken. Uh, een paar dagen geleden in de, in de brievenbus gekregen. Ja. En wat ik ervan uh, begrijp, als ik daar zo snel doorheen uh, bladerde, was. Uh, nou ja, zij zijn een beetje mijn leeftijd natuurlijk. Okay. En zij verloren hun uh, ouders en hun broertje, geloof ik. Ja, en, en een stiefbroertje. Ja, dus uh, ja, zij waren echt wel alleen. Um, zij bleef eigenlijk alleen achter. Op een jonge leeftijd. Um, ja, en als ik het goed begrijp, kregen zij ook vaak de um, opmerking. Uh, ja, dat mensen het knap vonden hoe ze het gedaan hadden. Maar ook dat het. Ja, voor mensen leken ze dan misschien een beetje kil of zo, omdat ze niet helemaal ingestort waren en um, ja, dat geeft me ook wel aan, omdat ik zelf ook niet, uh, ik ben ook niet ingestort, laat ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. En zij je, kreeg... alsof je, je daar schuldig over zou moeten voelen of zo. Hoe werkt dat bij jou dan? Ja, ik snap het wel. Het is heel complex. Ik snap wel dat mensen soms dan misschien dat idee krijgen dat als je niet helemaal. Um, ja, op de grond ligt. Uh, ja, uh, ik denk dat de mensen. vooral als je zoiets niet meemaakt, dan denk je misschien. oh, als ik dat zou meemaken, dan zou ik echt. Uh, dan zou ik niks meer kunnen. Mm -hmm. um, ik denk dat als ik niet in deze positie was geweest en ik had er ook als buitenstaander naar gekeken dan had ik dat misschien ook gedacht van Jezus misschien ja, wel, ja. Uh, en er zijn ook mensen die dat uh, waar dat uh, van op toepassing is of tenminste die er zijn gestort zijn bedoel je ja en die mm -hmm. nog steeds uh, daar echt last van hebben die gewoon niet meer kunnen werken die niet meer kunnen die niet meer kunnen functioneren zoals ze functioneerden uh, voor de crash, maar ja, niet iedereen. Uh, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Nee. En zij zeiden ook, uh, volgens mij in het artikel of in het boek, van ja, we zijn nog jong en we hebben nog ons hele leven voor ons. Mm -hmm. Dus je moet toch soort van uh, ja door met je leven. Misschien dat het ook uitmaakt of het een partner is, of een kind van je, of, uh, ja, of je hele dat, familie, uh, of, dat of lijkt... een vriend. Uh, ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat er verschillende soorten van rouwverwerking zijn. Nou ja, los van ik de denk alle dat... individuele gevoelens. Ja, ja, ik denk dat het enorm uh, verschilt onder heel veel mensen. Volgens mij las ik ook ergens dat, uh, want je hebt dan Jos de Keizer. Dat is een klinisch psycholoog die doet... Uh, onderzoek naar het, uh, naar het rouwen onder ma 17 nabestaanden en die is gespecialiseerd in complexe rouw. En die, ik zag een, een artikel, volgens mij een interview met hem, ik weet niet meer waar, maar daar uh, werd er ook zo'n uh, opmerking gemaakt van: ja, er zijn mensen die zijn hun hele familie kwijtgeraakt, ja. vier of vijf mensen, maar die rouwen dan niet, die hebben, uh, sommige van dat soort mensen hebben niet meer last ervan dan iemand die alleen maar misschien één persoon is kwijtgeraakt of uh, twee of nou ja, wie dan ook. Maar ja, het verschilt gewoon enorm en uh, ja, dat hoor je niet altijd. Of die nee, mensen, die hoor je, je niet uh, per se. Ja. Ik denk dat het goed is om te weten dat uh, als er ook andere... Nou, bestaande zijn die zich misschien zelfs schuldig voelen. van hield ik dan niet genoeg van hem. Ik kan me voorstellen oh, even, ja, dat je van allerlei dingen wel gehad, in je hoofd hoor. haalt. Ja, dat heb ik ook wel gehad. Dat ik dacht van, oh, we hadden niet. als we nou ergens anders op vakantie waren gegaan. dan was het niet gebeurd. Als, <laughs> ja. als. Maar dat is natuurlijk mm. uh, ja, niet logisch. Ja. Dat heeft natuurlijk geen zin om uh, zo te denken, want zo is het niet gegaan. Dus dat zei ik ook snel tegen mezelf. van ja, dat is niet een hele logische. Of het dus heeft geen zin om op die manier te denken. En dat complexe van die. Uh, rechtszaak, ja, dat, dat, dat vroeg jij ook. Heb je mij ook wel eens gevraagd van. ja, waarom. Um, waarom ben je daar nu dan pas mee bezig? Ja. Um, en dat. ja, er zijn mensen die vanaf het begin eigenlijk al meteen daar. Uh, op zijn gedoken, denk ik, of dat uh, idee krijg ik. En er zijn ook mensen die zeiden, ja, ik wil het eigenlijk niet weten. Mm -hmm. Dat zei je volgens mij ook ja, over die mensen in Maleisië, dat je daar ook mensen bent tegengekomen die ook een beetje die instellingen uh, hadden. Van... Mij, de mensen waar ik van hou, die aan boord waren, die zijn weg, die komen nooit meer yeah. terug. En, uh... Wie het dan gedaan heeft, dat, uh, daar schiet ik weinig mee op. Ja, ja. Uh, ja dat is ook een benadering. Ja. Maar ik denk wel dat uh, als we het over, verder over het rouwproces gaan, je sluit een rouwproces af met uh, een soort afsluiting of closure, noemen ze het in het Engels, dat je op een gegeven moment iets een plekje kan geven, hoor je dan ook vaak. Uh, ik, ja, ik weet niet of dat. He, ik, ik denk niet dat. Ik denk, dat dat, uh, ik denk niet dat het ooit ophoudt het heeft heel erg veel invloed op je leven. Dus ja, je geeft het wel een plekje, maar het houdt natuurlijk niet op. Want maar er zijn mensen die denken van uh, als nou die rechtszaak afgelopen is en de verdachten die zijn uh, hopelijk dan veroordeeld. Dan uh, komen er aan alle speculaties en uh, nepnieuws en dat soort dingen komt een einde. En dan is het eindelijk gewoon een gesloten boek. En dan is de onderste steen boven en dan, dan kan ik het accepteren. Maar zolang het hier blijft doorrommelen, uh, ik kan dat niet. Kun je dat volgen? Of, of? Ja, ik kan dat wel begrijpen. Um, ik denk dat het ook een soort van hoop is dat, dat, dat het dan zo loopt. Ja. En ik denk ook wel dat... Als uh, duidelijk zou zijn, of als straks duidelijk is... wie er dan wat heeft gedaan, dat dat misschien... Ja, misschien helpt. Dat, ik weet niet, ik kan niet in de toekomst kijken. Dus ik weet niet... Uh, ja, ik kan niet zeggen wat voor een invloed dat dan op mij zou hebben. Maar wat betreft... Uh, het, duurt, het gaat nog wel langer duren, denk ik, dan... Uh, dan, mens, dan men denkt. <laughs> goed voor jou persoonlijk, dat, dat rouwproces. Uh, ik, heb, ik heb zelf het idee dat je, dat je daar ontzettend goed uit bent gekomen. Je was natuurlijk heel erg jong en met een enorme crisis al geconfronteerd. Um, je bent er niet onder doorgegaan, zoals je zelf uitlegt. Dus, en die, die zwarte gedachten heb je overwonnen. Um, dus ik kan me voorstellen dat het voor jou misschien minder belangrijk is: die rechtszaak, of dat hoe dan ook werd gevonden, gaat worden, dan voor mensen die daar nog elke dag gewoon helemaal in zitten. Misschien, ja. misschien is het voor hun meer een houvast. Ja, en dat is denk ik wel. Ja, dat is. Ik, ja, dat is zwaar. Want. Um, ook na deze rechtszaak. Uh, ja, wat daar dan uitkomt, dat, dat weten we nu nog niet. Maar zelfs als daar schuldig of onschuldig uit zou komen. Dan. Weet je dus nog steeds niet wie er dan op dat knopje gedrukt heeft? Ik weet niet of dat voor iemand belangrijk is, maar misschien mm -hmm. voor mensen die dat belangrijk vinden, die echt willen weten van wie heeft er op die knop gedrukt of uh, uh, ja, wie, heeft die, wie heeft de instructies gegeven, laat ik het zo maar zeggen. Dan wordt <laughs> Rusland nou uiteindelijk veroordeeld. Sorry? Dat Rusland moet veroordeeld worden, want die hebben het gedaan. Dus het is natuurlijk al een heel trial by media geweest. Uh, ik denk dat het een enorme schok is als niet juridisch vast komt te staan... stel dat ze vrij uitgaan, die vier verdachten. Stel dat het allemaal niet zo gaat als uh, gehoopt wordt door veel mensen. Ja, dan dat dan... is vervelend voor die mensen. Als, ze daar hun, al hun, um, ja, als alles daarvan afhangt, dan is dat wel zwaar. Als, uh, nou, het is überhaupt al zwaar, maar het is natuurlijk zwaar... Uh, als ze onschuldig worden bevonden, is het zwaar dan voor die mensen. Als ze schuldig worden bevonden, dan is het nog steeds zwaar... want dan gaat de zoektocht nog steeds verder, zeg maar. Dus dat, dat, uh, dat gaat zo lang door, zo'n proces. Ja, we hebben natuurlijk al in het verleden... een paar keer erover gepraat met elkaar. En uh, ik ben daar zelf nooit mee bezig geweest... maar jij was degene die zelf het woord lockerbier liet vallen. En dat, uh, dat heeft me wel geraakt... Uh, want dat is in 1988 gebeurd. Ja, dus 32 lang jaar. MH17, 7 jaar, dat voelt al als een kleine eeuwigheid. Maar 32 jaar en. Uh, MH17, dat, daar zit jij natuurlijk middenin. Maar hoe, die link met Lockerbie, kun je dat uitleggen? Hoe je dat voelt, hoe je dat ziet? Uh, waarom, waarom Lockerbie? Um, nou, ik probeer altijd. Ik ben altijd. Um, mijn, een van mijn soort van verwerkingsstrategieën is om soort van dingen... Ik probeer dan uh, soort van uh, dingen te begrijpen. Uh, en dan zoek ik vaak naar gebeurtenissen in het verleden... om te kijken van, hè, is er misschien iets vergelijkbaars gebeurd? Wat nee. voor lessen kunnen we daar dan uittrekken? En uh, ja, op die manier kwam ik dan vrij snel bij die zaak terecht... En dat is een, natuurlijk wel een heel ander verhaal. Uh, maar ja, het is. De, je kan het wel. Uh, er zijn wel parallellen in de zin van uh, dat het internationaal natuurlijk. op politiek vlak. Um, ja, dat daar veel. Uh, er waren veel spelers rondom, mm -hmm. die, rondom dat ongeval. En. Um, ja. Aanvankelijk uh, wilde niemand daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. En mm -hmm. dat is in dit geval natuurlijk ook. En misschien heel kort uitleggen voor wie niet weet wat Lockerbie was. Er, zijn dus, er is een Pan Am toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij in de lucht geëxplodeerd boven Schotland. Ja. Er was een bom aan boord. Boven een dorp. Ja, het dorpje Lockerbie. En yeah. uh, er is een, uh, uiteindelijk een Libië veroordeeld. En het, eigenlijk het enige forensische bewijs wat, dat er echt was, was een klein stukje van een chip. Dat gelinkt kon worden aan de Libische geheime dienst. En indirect dan aan die al-Migrabi, de, de verdachte. die tot aan zijn dood is blijven ontkennen dat hij het gedaan heeft. En uh, ook nu nog zijn er juridische experts en andere experts die zeggen: ja, van dus... Iran was het, of nee, er was iemand van de Verenigde Naties aan boord en die moest geliquideerd worden. Uh, de PLP. PL, PLFP van de Palestijnse Organisatie, die zou het hebben gedaan. Ja, uh, allemaal verschillende theorieën, nog steeds. Dat is eigenlijk, daar komt het eigenlijk op neer. Er is nog steeds discussie. Mm -hmm. Maar er zijn ook serieus een Schotse commissie. Die overweegt zelfs om het proces ja, ja, ja. weer te heropenen. Ja, dat is 2020 was dat. Ja. Uh, dus ja, dat geeft dan maar aan hoe lang zoiets door kan gaan. Dus, maar weet ja. je, op, 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 op grond waarvan dan? Uh, ja, er zijn verschillende um, redenen. Maar één daarvan was dat. De, of nou ja, het OM van Schotland had dan. Uh, bepaalde informatie niet uh, verstrekt aan de verdediging. Mm -hmm. En. volgens mij zei men ook dat. Uh, ja op gronde, of zeg maar ja het bewijs wat gepresenteerd was toen een redelijke or a reasonable judge volgens mij zeiden ze het zo die zouden op grond van dat bewijs dan niet hebben kunnen vaststellen dat die twee heren dan daadwerkelijk schuldig waren mm -hmm. um, Ja, dus dat is. Uh... 32 jaar later. Ja, 32 jaar later, ja. Dus ja. De, eigenlijk, ja. Dan denk, dan denk ik persoonlijk wel. dat het een goede strategie is om niet daar je hele leven van af te laten hangen. Nee, nee, ik laat niet mijn hele leven ervan afhangen. Ik blijf het wel volgen. Ik volg het wel met heel veel interesse. Ja. Mm -hmm. Um, maar in feite, sinds kort, je bent nu sinds een jaar echt aan het processen en uh, proactief ja. met het dossier bezig. En je, hebt, je bent zes jaar met hele andere dingen bezig geweest. op dus jouw manier. Uh, ja. Op zich mooi dat je, dat, nu, dat je nu wel heel veel energie insteekt. En, uh, ja, maar het is, het, gaat, het, is, het is heel veel informatie, hè? Het is echt. Uh, het is een waanzinnig uh, ja, dossier. Ja, ik, ik, pro, ik uh, hou me er ook. Uh, ik vel ook geen oordelen voor mezelf. Want het uh -huh. is gewoon, ja, dat dossier, dat proces, het procesdossier zelf is al. Ja, ik hoorde de hele tijd van die getallen: 60.000 pagina's, 65.000 pagina's. Uh -huh. um, en daar kan ik natuurlijk niet bij. Nee, dat is uh, niet openbaar. Nee, dat is niet openbaar. En. Um, ja, het, het onderzoeksdossier is ook niet openbaar. Ook niet voor de. Uh, hoe zeg je dat? Niet also voor de verdediging en ook niet voor de rechtbank. En ook niet voor de nabestaanden? Uh, nee, je mag het wel bespreken met de mm -hmm. advocaten. Maar je mag verder geen. Uh, ja, dat mogen ze niet zo uh, aan je overdragen. Dus wat dat betreft. Uh, ja. We zijn nu zeven jaar verder, Anouk. En uh, vanaf dag één was het Poetin's Missile. Ja. En uh, wat was het? De Telegraaf, uh, gangsters of terroristen. Uh, de media, die waren circus. binnen 24 uur waren die er al uit. En dat is natuurlijk ook zeven jaar lang zo gebleven. Wat vind je daarvan? Vind, ja. vind je daar iets van? Misschien. Ja, nou ja. Het is een beetje één groot circus... Of dat dacht ik al eigenlijk meteen, want ik probeerde. Ja, als, je, als er zoiets gebeurt, dan. Um, ja, die geluiden die, die bereiken je. Ook al wil je dat, zeg maar, probeer je dat uit je te kunt sluiten. Niet nee, afsluiten. want het is gewoon, je zet de tv aan of je ziet een krant liggen ergens en dan staat het daar natuurlijk. Uh, ja, heel groot, uh, nou ja, het wordt van alle daken geschreeuwd, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En ik weet nog wel dat ik in het begin me daar wel er enorm aan irriteerde. Waar irriteerde je precies aan? Aan het circus? Nou, als, op, als zodanig? Of? <laughs> ja. Uh, ja, ook. Ik dacht, nou, ik, ik weet nog dat ik dacht, ja, hoe kan je dat nou al weten? Hoe kan je nou al gaan... Hoe kan je nou al die dingen gaan schreeuwen terwijl er nog niet eens onderzoek is gedaan? Um... Ja, er is een Amerikaanse term, trial by media. Ja. Is een overweldigend bewijs. En uh, vrij, er is wel consensus onder de meeste journalisten en uh, andere mensen die denken dat ze deskundig zijn. Dat de Russen hebben het gedaan. Het moet alleen nog, nu in de rechtszaak moet het nog even bewezen worden juridisch. Maar het is al een gelopen race. Die rechtszaak is eigenlijk een formaliteit. Eh... Uh... Ja, dat weet ik niet. Wat andere mensen daar. Ik, ik, ik weet ook niet over welke experts je het dan nu hebt. Want ik bedoel, ja, nou ja de kranten ik... schrijven wel artikelen. Maar mm -hmm. dat, die zijn ook niet. Uh, ja, die hebben ook andere, andere dingen te doen en andere artikelen te schrijven. En ik denk als je een procesdossier hebt van 65.000 pagina's. Dan, kan je, uh, dan moet je wel heel uh, lang ermee bezig zijn om je een expert te noemen. Mm -hmm. En. Maar het ja, Joint Investigation Team, het Nederlands Openbaar Ministerie... zegt we hebben voldoende bewijs om aan te tonen dat Rusland erbij betrokken is. Dat die vier mensen de daders zijn. En als je dat nou nog ontkent, ja, dan deug je gewoon niet. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wie dat zegt. En het... uh, nou, dat wordt over mij. Over, ja, over dat mij, weet dat, ik. Dat maar... weet je dus. Ja, ik, ik, uh, ik kan alleen voor mezelf spreken... Uh, en ik heb uh, ja veel, ik, tenminste, ik, ik denk dat ik aardig wel, dat ik best aardig wat gelezen heb en uh, ook dingen van jou natuurlijk, want daar kom je nou eenmaal terecht als je gaat uh, googelen. Um, en ik heb ook rapporten gelezen en kamerdebatten en uh, weet ik veel wat allemaal. Dus naar mijn idee. Was er best wel veel uh, discussie over. Ook in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Over dat OV-rapport. En dat ja. lijkt me ook niet raar, want het is gewoon heel vermoeiend. Uh, kijk, alles is, alles is geheim, hè? Dus vrij je zit eigenlijk van. te discussiëren over iets waar je vrij weinig over kan zeggen. Dat is hoe ik er dan in sta. Dat is ook hoe ik er nu in sta. Ook als ik, ik lees ook al, ik lees ook, uh, ik probeer altijd van alle kanten informatie tot me te nemen. Mm -hmm. Uh, ...bloggers, kranten, Bellingcat, uh, uh, nou, Tweede Kamerstukken, het OVV-rapport... nou heb je weer de Flight uh, Safety Foundation, die heeft daar ook weer een rapport uitgebracht. Ja. En um, ja, ik neem het tot me, maar ik vel geen uh, oordeel... ...omdat ik ook van mening ben dat ik er ook geen oordeel op dit moment over kan vellen... En um, die trial by media, ja, dat is natuurlijk. Oh Jij ja, noemt het zelf een circus, dat is nogal wat. Ja, uh, ja niet nou ja, dat ik niet het met is, je eens ben, ik ben het wel met je eens. Maar het lijkt zo dat de druk op mensen die een alternatieve mening hebben of die tot andere conclusies komen op basis van dezelfde feiten, die worden natuurlijk totaal gedemoniseerd. Dan ben je een, 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 een Poetin- uh, Lover en je <laughs> bent een. Uh, ja, maar dat, dat gaat natuurlijk heel ver, hè? Of, of... Ja, 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 maar dat negeer ik gewoon. Wat is voor jou geen reden om niet met mij te praten? Ik zou denken van. Nee, uh, maar nee, helemaal niet. En uh, ja, ik kijk. Je gaat het verwijt krijgen van. Uh, Jij speelt Poetin in de kaartjes uit verwarring door het uitgerekend met die vent te gaan praten. Ja, dat mogen mensen zeggen, maar dat is niet mijn probleem. Mm -hmm. Nou, ik ben, ben je ja, er persoonlijk ik, heel erg dankbaar voor. Ik uh, red mezelf altijd. En ik altijd. vind het ook heel moedig. Want je kunt het ook gewoon zeggen: Nou, dat doe ik maar even niet. Dat kan ik ook volledig begrijpen. Uh, ja, dat had gekund. Maar ja, ik ken jou nu inmiddels wel. En uh, ja, ik weet dat je niet uh, hè, je bent geen uh, soort van poppetje die achter de schermen, ja, dat gevoel krijg ik er niet. Als je, dat het is als je niet. in het circus zit, dan zou je het wel, uh, dan geloof je het wel meteen. Ja, ja dat weet ik. Ik denk dat. ook dat dat misschien, uh, ja, dat men dat misschien anders kan doen de volgende keer als zoiets gebeurt. Mm. Uh, ook. Uh, ja, want wie, wie ging er nou in de Tweede Kamer staan om uh, te roepen over jou dat je misschien werd aangestuurd door de. Oh, uh, nou nee. Het was George Sjoerd Schuurtsma van D66. En. Uh, ja, dan, dan laten we toch maar even heel, ja, kort, heel de... kort dat filmpje zien wat, wat hij te zeggen heeft. Laten we, laten we er heel even naar kijken. Uh, Excuus mevrouw de... Ja? Me, de voorzitter. Een klein, een klein punt van orde. Er was vanmiddag een bericht over. Een Nederlandse journalist, tussen aanhalingstekens, die zou worden gesteund door een buitenlandse inlichtingendienst om de MH17-rechtszaak te frustreren. En ik zou graag mm -hmm. van het kabinet daarover een brief krijgen, omdat dat echt zeer, zeer ver gaat. Het is dus een ja. aanval op de Nederlandse rechtsstaat ja. om zo'n zo belangrijke rechtsproces te frustreren. Dus ik ben een journalist, tussen aanhalingstekens, uh, die wordt aangestuurd door de Russen en die de Nederlandse rechtsstaat Onder, de Nederlandse rechtsstaat ondermijnt. Ja. Ik wist echt, ik wist, het gaat over mij, ik wist echt niet wat me overkwam toen dat op tv kwam. Nee, want je, vertelde, je vertelt ook soms hoe je er dan ingerold bent hè, in het MA17-dossier. Ja. Uh, dus ik, de, ja, ik had ook echt wel met je te doen. Ja, dat vind ik niet van je. Ja, ik had echt met je te doen, want ik dacht ook, volgens mij is Max gewoon ooit begonnen met. Uh, Echt zo'n bloggertje. Ja, Waar maken we ons druk om? Maar dan wordt hij ontmaskerd als een belangrijk schaakstuk... van de Russische geheime dienst. Um, maar ik, ik wil het vandaag echt niet over mij hebben. Nee, maar dat is wel... Ik denk wel dat het... Uh, kijk... die Zo'n Sjoerdsma die daar dan gaat staan... Uh, in zo'n Tweede Kamer... die werkt daar zelf natuurlijk ook aan mee. Nou, die heeft natuurlijk de informatie van Bellingcat. Dus die citeert Bellingcat... Uh, ja, maar... In de raad van toezicht van Berlingerd zit Marietje Schaken van D66, heel toevallig. En uh, een miljoen euro van de postcode-loterij, geld van Pax, de, die een partner is van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus, ja, ja, die kennen je zou elkaar er bijna, natuurlijk allemaal. Een complotdenker zou je er bijna van worden. Hè? Nou, nou, dat denk ik niet. Ik haat dat woord ook. Ja, ik, ik denk ook. eerder dat er gewoon veel mensen zijn die elkaar allemaal kennen. En mm -hmm. die praten allemaal met elkaar. En dan gaat dat verhaal misschien leven in plaats van dat men misschien. Zelf dingen gaat lezen dan uh, mm -hmm. van jou. Want kijk, uh, ja, ik denk eerder dat het dan op zo'n manier uh, gaat. Dat denk ik ook. Complotten bestaan, maar ik denk niet dat alles een complot is. Ja, laten we gewoon niet meer het woord complot zeggen, want het zijn gewoon theorieën. Laten we het daar maar ophalen. Hypotheses. Ja, ja een ik, hypotheses. Dan ga ik terug naar jou, want je bent nu zover dat je aan het nadenken bent. wat jij eigenlijk kan toevoegen aan de hele discussie. Uh, zeven jaar geleden. Vrijwel ja, in hetzelfde jaar van de ramp heeft een nabestaande Duitse, Denise Kenke, die heeft uh, Oekraïne aansprakelijk gesteld voor het niet sluiten van het luchtruim. Jij kent professor Kimula, ik ken hem. Um, dat is een concrete stap van een particulier die Oekraïne aansprakelijk stelt. Mm -hmm. um, jij hebt, destijds was je er helemaal niet mee bezig, nu ben je er wel mee bezig. Uh, heb je overwogen om je aan te sluiten bij zo'n rechtszaak? Ja, uh, ja, dat heb ik wel overwogen. Of tenminste, dat ben ik aan het overwegen. Mm -hmm. uh, want want het begint jou? een beetje lang te duren. Ik, ja. ik had eigenlijk. Um, ja, ik dacht meteen en volgens mij dachten heel veel uh, nabestaanden dat meteen van waarom was dat luchtruim open. En uh, dat heeft be ook best wel veel uh, op de agenda gestaan. Voor zover ik kan zien. Uh, uit ja, het die, komt uh, om zoveel tijd het komt het dus weer heel groot ja, terug. Ja, het, het komt de voorpagina. altijd wel weer terug. Maar ja. onder nabestaanden was er, geloof ik, wel ook heel veel uh, ja, belangstelling voor. Want ik uh, hou dan wel het nieuws bij uh, van de stichting. Ja. En uh, ja, de, daar zie je wel dat uh, sinds het begin. Uh, of sinds het vroege begin dat er eigenlijk aandacht voor is geweest onder mensen. En um, ja, het gebeurt maar niet. Uh, ja, zeven jaar, je kan zeggen ja, dat is uh, erg lang. Nou, ik snap ook wel dat het niet in één, dat het niet één, twee, drie misschien gebeurt. Maar ja, ik vraag me wel soms af waarom dat nog niet um, is gebeurd. Uh, wat ik, wat ik als, onder andere als reden heb gehoord, is dat uh, zaken van staten zwaarder worden gewogen dan van particulieren. Dus als de Nederlandse staat zou zeggen: wij voegen, wat ze dus wel met uh, aanklacht tegen Rusland hebben gedaan, die hebben zich als procespartij bij de particulieren gevoegd mm -hmm. tegen Rusland. Uh, dan wordt die zaak zwaarder en krijgt prioriteit. Uh, bij Oekraïne is dat niet gebeurd. Nog niet. Stel dat Nederland. Laat ik eerst zeggen. Vind jij dat de Nederlandse staat. Oekraïne aansprakelijk moet stellen. op basis van alles wat je weet? Ja, denk ik. Want het wel. ze hebben ook uitgelegd. Stef Blok en de politie hebben ook uitgelegd. waarom ze dat niet doen. Waarom ze het niet doen. Uh, maar ja, daar van wel. Daar heb je je doelt nu op de reden dat ze vinden. Er nou, is dus net in het rapport uitgekomen, uh, wat zegt van ja, Oekraïne kon het eigenlijk niet echt weten en het is niet echt hun schuld dat het luchtruim uh, niet dicht was. En Nederland, Nederland zegt in ieder geval, uh, het blijft op de agenda, maar we gaan het gewoon niet doen. Voorlopig. Ja, dat is het Nederlandse standpunt. Ja, nou ja jammer. <laughs> Ik zou toch wel willen vragen om het wel te overwegen. Want uh, volgens mij is er onder, uh, wel, Volgens mij zouden meer mensen dat graag willen. En uh, ik, ja, ik snap ook niet helemaal waarom ze het niet doen. Het uh, argument was dat Oekraïne dan misschien uh, minder bewijsmateriaal voor het proces gaat afstaan. Ik, ik zelf, ik zelf vat dat op als een vorm van chantage. Als je op dat, op argument. Als je daar rekening mee houdt, dan laat je je chanteren. Ja, dat zou je zo kunnen zien. En, maar ik denk ook niet dat het heel... Nou ja, als, uh, kijk... Als Oekraïne zijn onschuld uh, wil bewijzen... of als Oekraïne gewoon... We zijn vrienden, zou je denken. Want uh, nou, we willen graag dat Oekraïne in de invloedssfeer van uh, Brussel blijft. Dus we proberen allemaal... Ja... Ja, ik krijg een beetje het gevoel dat uh, <laughs> soms dat, dat Oekraïne gespaard moet bleven, blijven of zo. Dat gevoel krijg ik er soms een beetje bij. Van, hè? Niet te veel negatieve aandacht naar Oekraïne, want ja, dat kunnen we niet zo uh, gebruiken. Uh -huh. Dus we stellen het zo lang mogelijk uit. Om daar maar waarom? Dan... Jij bent een nabestaande, bedoel, jij zegt er zijn er meer die er zo over denken dat Oekraïne aanspraak stelt. Waarom eisen jullie niet van de Nederlandse regering? Jullie hebben beloofd dat jullie ons steunen. Wij willen dat naast Rusland, vanwege het neerschieten, willen wij dat ook Oekraïne aansprakelijk wordt gesteld vanwege het niet sluiten. Een soort ja. Zwitsers kaasmodel. Het begint ja. ermee, als, als Nederland had gezegd het luchtruim daar is niet veilig, de KLM en Malaysia Airlines die mogen niet vanaf Schiphol over dat gebied vliegen, dat is punt één, dan was het niet gebeurd. Dus dat is die, die eerste, eerste gat in die Zwitserse kaas. Het tweede, Oekraïne wist dat er in het gevechtsgebied... Luchtafweergeschut stond dat in ieder geval boven de 6000 meter kon, uh, toestellen kon neerhalen. Dat is ook gebeurd, daar hebben ze ook voor gewaarschuwd. Mm -hmm. Maar ze hebben daar niet de conclusie aan verbonden om het gebied voor de burgerluchtvaart af te sluiten. Nou ja, als dat geen nalatigheid is, dan weet ik het niet meer. Dus, ja. En toen pas, toen ze er overheen vlogen, als, als derde gat in die kaas, toen is het toestel neergeschoten door een stel figuren die daar niks te zoeken hadden. Even kort door de bocht. Maar dan is het toch het element dat dat luchtruim niet gesloten is. Dat is elementair. En, en professor Gimula had nou juist zo duidelijk uitgelegd: je bent als land verantwoordelijk voor het luchtruim waarboven gevlogen wordt. Mm -hmm. Punt. En of jij nou iets wel of niet wist, je bent altijd aansprakelijk als daar iets gebeurt. Dat je Zelfs als je niet ja. schuldig bent, kun je toch aansprakelijk zijn. En in dit geval wisten ze het wel. Ze wisten het donderschot. Ik bedoel, er vloog ze... daar een Antonov 26 in de lucht. En die werd Precies. volgens bronnen, weet ik veel, op 6500 meter de lucht uitgeschoten. Ja. Dus ja, dat kan dan geen manpad zijn, zoals ze zeggen. Dat moet, een, dat moet zwaarder geschud zijn geweest. Dus dan... Ja, een manpad is een raket die je vanaf de schouder afvuurt. Je bent wel behoorlijk op de hoogte. Uh, ja, dus het lijkt mij wel. Uh... Nalatigheid. Ja. Maar waarom, jij bent nabestaande, er zijn nog heel veel nabestaanden, waarom niet gewoon als politiek, want het is een politieke eis, daar kom je niet omheen. Jij wil rechtvaardigheid, maar ja. dat je zegt er zijn politieke redenen dat Nederland Oekraïne niet aansprakelijk stelt. En dan, ik ben geen nou, nabestaande, ja. maar als ik er een zou zijn, zou ik zeggen: jullie hebben beloofd dat jullie voor ons opkomen. Dus wie is er nou belangrijker, wij als nabestaanden of Oekraïne? We willen gewoon dat het meegenomen wordt. We willen dat Denise Kenke, die Duitse nabestaande, steun krijgt van de Nederlandse staat. En dat ook Oekraïne aanspraak wordt gesteld. Ja. Wij eisen dat gewoon, punt. Daar is ook wel discussie over hoor. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd hoe het verder gaat. Maar daar is wel discussie over. Dat blijft altijd wel op de agenda staan. Tot nu toe is dat, uh, wordt dat, komt dat steeds weer naar boven. Ja. Dus ik verwacht ook wel uh, dat daar iets mee gaat gebeuren. Mm -hmm. Want ja. Je, je bent niet iemand die op de barricade gaat staan... Nee, en van een sinaasappelkistje nee. gaat lopen schreeuwen van... ik eis dit en dat. Nee, uh, nee, nee, dat, nee, Dat begrijp ik ook, dat je daar, dat je daar geen zin in hebt. Maar uh, op zich, het is natuurlijk evident dat het een politieke keuze is... om Oekraïne altijd maar buiten... Ja. De aansprakelijkheidsfeer te houden. En ja, zoals Maria Zakharova, woordvoerster van het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft exact nog deze week gezegd: van... Komen die Nederlanders weer met een nieuw rapport? En allemaal maar smoesjes verzinnen om Oekraïne erbuiten te laten. De hele focus op Rusland, het begint wel op te vallen, zo in, 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 een cynische woorden. Dus het is totaal, een totaal gepoli, gepolitiseerd dossier. Dus het ja. is een, een mediacircus, maar het is ook een politiek circus. En ik vind het gewoon heel erg dat jij daar in feite in zit. En, je zegt zelf al, je kan je er niet helemaal ja, over ik... afsluiten. Ja, maar... nee. Je kan, nou ja, ik kan natuurlijk altijd uh, tegen mezelf zeggen: Ja, ik ben er klaar mee. En er zal ook wel een moment komen, misschien, dat mm -hmm. ik weer even denk: van, Ja, hoe zie je, je het je kan... voor je? Wil je, je? Je kijkt van zeven jaar terug naar nu, ik denk eens even zeven jaar vooruit. Uh, ja, ik heb geen idee. Speculeren is mijn... Nee, ik ben geen speculeerder. <laughs> Dat doe ik gewoon niet. Want uh, ja, de wereld het is uh, zo complex. Er, er zijn um, volgens mij, uh, nou ja, miljoenen is misschien veel. Maar er zijn zoveel uh, manieren waarop alles kan lopen. En uh, ja, ik, ik kan ook niet alles weten. Dat zeg ik ook altijd. Want ik kan niet bij al die dossiers en ik kan niet bij al die onderzoeken. En ik kan niet bij de uh, ministerinterviews. Daar kan ik niet bij. Daar kan ik de komende honderd jaar niet bij. Werd nee. er gezegd door meneer Omzicht in een Kamerdebat. Dus... Ja, de kabinets, natuurlijk, die zijn het geheim honderd jaar. Ja, klopt. Ja, dus uh, ja, ik, kan niet, ik kan geen uh, conclusies trekken gebaseerd op uh, informatie die ik niet heb. Nee, maar en... ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment zegt... ik ben er emotioneel toch weer klaar mee. Ik heb, ik heb er zes jaar niks aan gedaan, nu wil ik alles weten. En dat je over een paar jaar denkt van ja, ik leg er mm -hmm. erbij neer... dat we nooit alles komen te weten, bijvoorbeeld. Of... Nou ja, dat is ook een beetje mijn uh, uh, default uh, instelling überhaupt. Want mm -hmm. dan, daar bescherm ik mezelf mee. Mm -hmm. um, en nogmaals, ja, ik denk ook gewoon echt niet... Ik, ik, ik heb, het soms, ik heb soms ook wel medelijden met die uh, rechters. Dat die nou moeten door dat hele dossier heen moeten en dan maar <laughs> gaan ja. moeten beslissen. Ja, het is gewoon veel, uh, het is echt heel veel informatie. En ja, dat weet je zelf ook. Je zegt zelf ook altijd, ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat iedereen liegt. Het is heel verleidelijk om. Uh... Volgens mij heb jij nog wel meer uh, soms af en toe de neiging om te speculeren. Maar je, je weet, ik krijg nou niet het idee bij jou dat je. het idee hebt dat je weet. Uh... wat er is gebeurd, nee. 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 Maar ik denk ook dat uh, het is een menselijke eigenschap een eigenschap van je brein dat je. Dingen gaat invullen, dat je verbanden zoekt. Ja. En dat je zelfs als iets niet helemaal te verklaren is, dat je toch verklaringen gaat zoeken. Dat noem je in de wetenschap hypotheses opstellen. Nou, die falsificeer je dan of krijg je bevestigingen voor. Um, maar we zijn ook allemaal mensen, dus er is ook een menselijke component dat je het niet helemaal steriel zo uh, op een wiskundige manier kan analyseren. Um, nee, helaas niet. Helaas nee. hebben we geen uh, supercomputer brains die alle uitspraken van iedereen uh, in een. En niemand is objectief. Want je staat op, iedereen staat op een bepaalde manier ja. in dit uh, hele verhaal. En we hebben ontzettend veel besproken vandaag. <laughs> um, is er iets waarvan je zegt, van, daar wil ik het nog over hebben? Nu we toch hier zijn. Nee. Misschien uh, de volgende keer. Ik heb ook het gevoel dat het uh, voor <laughs> vandaag genoeg is. Uh, en dan laten we het hier dan uh, voorlopig even bij houden. ik wil je heel erg hartelijk bedanken... Voor het feit dat je zo moedig bent om hier te gaan zitten. Want dat, dat ben je gewoon echt. Dank je Max. Jij bent ook moedig. <laughs> en jullie allemaal bedankt voor het kijken van weer een aflevering van Weltsmerts. Tot ziens.